Wanneer je dan aan de slag gaat met Color in DaVinci Resolve, dan zou je vooral je tijd gaan spenderen hier links onderin. Dit zijn de primary wheels en die zijn heel erg belangrijk om zeker als eerste al een goede look and feel en een mooie correctie te gaan maken. Het kan door middel van de primary wheels, maar we hebben ook nog de primary bars. Geeft net een ander resultaat, daar kan je net weer op een andere manier mee tweaken. Maar je bent sowieso bezig met je primary controls hier links onderin. Dat kan op een aantal verschillende manieren. Je ziet hier al lift, gamma en gain staan. En ook offset. En daarmee, dat zijn toch wel de belangrijke tooltjes die je voor hand hebt. Om nou te zien wat er in de interface allemaal gaat gebeuren, of vooral in je monitor gaat gebeuren, wil ik eventjes hier linksbovenin de tijdslijn en de clips uitzetten. Zodat we de monitor juist wat groter in beeld hebben. En daardoor wat beter kunnen zien wat we aan het doen zijn. Nou, stel je nou voor dat ik hier met de lift aan de gang wil gaan. De lift zorgt ervoor dat ik juist in de donkere partijen mijn kleurtjes kan gaan veranderen. Nu staat deze bal hier nog netjes in het midden. En uiteraard kan je dat doen met je ballenbak op het bureau, de Tang & Wave. Of misschien wel gewoon met je muis. Maar in ieder geval, wanneer deze waardes hier gaan veranderen, dan ben je bezig met de donkere partijen in je beeld. We zien hier achterin best wel wat schaduw van de bomen erachter, wat donkere bril. Verder zijn er best wel wat middentonen en hooglichten. Dus vooral hier achterin zal je wat gaan zien wanneer we bijvoorbeeld dit wat meer richting het blauw zouden gaan trekken. En nogmaals, dat kan natuurlijk ook prima met de ballenbak op je bureau. Wanneer je nou juist wat meer met de belichting wilt gaan spelen in het donker, dus wil je het zwart wat zwarter maken of het wit juist wat witter, dan kan je ook gebruik maken van de lift wheel hier onderin. En die lift wheel die zorgt ervoor dat de luminance, de eiwaarde hier aan de linkerkant, dat je die gaat bewerken. Dus inderdaad het geel wat donkerder gaat maken wanneer we naar links draaien en wat lichter maken naar rechts. Het is natuurlijk hetzelfde met de ballenbak, maar ook met de schijf die om de rode bal heen zit. Daarmee kunnen we ook die waardes gaan aanpassen. En met die ballenbak op het bureau werkt het allemaal net wat nauwkeuriger. En dat is wel heel, heel prettig. Laten we bijvoorbeeld deze waarde gebruiken voor de lift. Natuurlijk gaan we niet alleen maar met de lift werken. Want je zou ook kunnen gaan kijken wat bijvoorbeeld de gain zou gaan doen. En de gain is juist het tegenovergestelde van de lift. Lift is donkere partijen, de gain is de hooglichten. Dus als we die wat meer naar het oranje zouden trekken, dan zou juist hetgeen wat allemaal licht is in de scène, ja, dat zou dan juist allemaal wat warmer gaan worden en wat meer oranje gaan zijn in dit geval. Nou, wanneer we eventjes willen gaan kijken hoe het er hier nou vooruit zag, want we zien nou wel een leuk plaatje ontstaan. Maar hoe was nou het beginresultaat? Nou, dat kunnen we eventjes doen met deze toets hier rechtsbovenin. Dat is de Bypass All Grades. En dat is ook de Shift D op je toetsenbord. En daarmee kan je dus even zien wat het was. Nou, dit was het beginresultaat. Wat er eigenlijk al best wel oké uitzag toen we begonnen. Maar ja, als je nu ziet waar we nu mee bezig zijn, krijg je toch echt wel een krachtiger en sprekender plaatje. Nou, uiteraard kunnen we hier ook met de luminance werken op het gebied van gain. Dus hem juist wat lichter maken of nog wat donkerder in de lichte partijen. En daar mooi mee een mooi gebalanceerd plaatje gaan maken. En dan blijft nog de gamma over. En de gamma, ja, dat zijn de middentonen. De grijswaarden, zeg maar, tussenin. Als je een schaal zou zien van zwart naar wit, dan zitten we nu bij de grijswaarden in het midden. En daar zouden we hem wat meer richting magenta kunnen slepen. En dat gebeurt dan juist weer in die grijswaarden er tussenin. Uiteraard kunnen we ook weer met de kracht gaan spelen met de hoeveelheid licht, die middenpartijen, om ook weer een leuk, lekker plaatje te gaan creëren. Bijvoorbeeld zoiets. En het is altijd goed om eventjes die bypass aan of uit te zetten. Om even te zien waar we nou mee bezig zijn. Origineel en hoe we hem nu hebben. Het laatste stukje is natuurlijk ook de offset. Nou, de offset is eigenlijk een verzamelnaam voor zowel lift, gamma en gain bij elkaar. Dus wanneer we hier hetgeen wat meer richting het rood trekken, laten we het even overdreven doen, dan gebeurt dat zowel in de middentonen, de hooglichten en de schaduw. Dus daarmee ben je dan op die manier bezig. En hetzelfde geldt ook weer voor de luminance hier onderin, de kracht van het licht. Dat geldt inderdaad ook weer voor alle drie de voorgaande. Wanneer je nu alles wilt resetten, dan is dat eigenlijk vrij eenvoudig binnen in Resolve. Hier rechtsbovenin de offset vind je een resetknopje en daarmee reset je alleen de offset in dit geval. En diezelfde resetknop heb je ook zitten bij lift, gamma en gain. Wanneer we deze resetknop gebruiken bij de primary wheels, dan zal die alles wat in dat venster zit in één keer resetten en dan kan je met een schone lijn gaan beginnen.
goed om te weten is dat elke clip binnen in je tijdslijn, die heeft zijn eigen undo geschiedenis. Dus was ik al bezig geweest in dit clipje, kan ik daar ook weer op gaan werken. En dan command Z brengt me ook weer een aantal stappen terug die gedaan zijn binnen in dit clipje. Dus dat werkt misschien anders dan in andere pakketten. Maar elk clipje is eigenlijk een eigen document binnen in de Color Room. En met allemaal zijn eigen kleurgeschiedenis of zijn undo geschiedenis. En wat je nu ook heel mooi ziet gebeuren in deze weergave is dat er mooie kleurtjes gaan verschijnen rondom de nummers van de shots. En daarmee geeft Resolve aan, oké, deze clips die deze kleurtjes hebben, die zijn bewerkt voor wat betreft kleur. En zo heb je altijd een goed overzicht van welke shots je nou wel hebt gezien tijdens je color correction en welke niet. En ja, dat geeft gewoon wat zekerheid als je door een hele lange clip aan het werken bent. Dan kan je ze gewoon netjes afgaan. Dus dat is een basis voor het leggen van een mooi gebalanceerde kleur in je shot. En daar gebruik je dus voornamelijk de primary wheels voor, of de primary controls voor.